Wat? Ja, als je een standaard hebt, want bij twee was ik niet nodig. Heb je al gezegd? Ja, nee. Jezus. Je bent klaar. Waarom moet je zo, waarom moet je hoog in je ogen? Oh, sexy. Ja, mijn opa is sexy. Oh, je opa is sexy. Waar is je opa dan? Ja, hij is inderdaad, hij is inderdaad sexy. Ja, 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 ja. Hé, wat ga je zien vandaag? Kenja mij van Trein Oosterhuis. Nou, succes. Kenja mij van Trein Oosterhuis. Geef een applaus. Ontspringt in mijn liefde dat ik alleen.
gezicht heb geen ander. En ik door jou zonder schaam zo gezien. Genomen door niemand minder. Er zou dan niet veel te veel haar zijn. Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Hey, hoe kon je dat? Ja, heel goed, denk ik. Goed, hè? Hoe ging je nou? Twee ging goed. Oké, okay, nou, gaan we naar de jury. Ja, ik heb eigenlijk maar één ding opgeschreven. Top. Meer heb ik niet opgeschreven. Maar ik denk dat je nu hier eigenlijk op eens een keer het podium staat. En dat is niet negatief. Want ik denk dat jij meer naar de musical kant in moet gaan. En als ja, tuurlijk vind ik het mooi, hè, wat je nou ziet. Nee, dus het is niks negatief. Maar ik denk dat jij de musical audities maar gewoon lekker moet gaan doen. En ik denk dat je dan nog ja, aardig nog wel een kansje kan maken, zeg maar. Ja, dat is wel waar mijn hart ligt, ja. Dus als ik ooit klaar ben met Patakspan, dan ga ik de musical in. Nou, ik weet niet. Voor mij mag je nu gaan bakken, zeg maar. Oh, ja, jongens, hoeveel ben je op het tand? Vijf, alsjeblieft. Vijf. Nee, ja, volgende. Nee, maar ga lekker de musical kant in en dan denk ik dat je voor jezelf beter uitkomt als dat je ja, tussen Arie en de Kroegentijger zeg maar gaat staan. Ja. Maar niks negatief, want het was echt supergoed. Dankjewel. Ja, precies wat hier zegt. Hier goed, hè? Ja, oké. Nee, ja, een hele mooie stem, blijf ik natuurlijk zeggen. En ja, dus wat hij zegt, musical, ga het ook gewoon proberen, want daar is je stem wel weggelegd inderdaad. Oh, gewoon doen worden. Gewoon doen! Dankjewel. Ik heb opgeschreven, je raakt me. Je raakt me echt heel erg. Ik vond het echt super mooi. Maar ik vind het ook inderdaad, moet je zeggen, de musical is inderdaad wel jouw ding ook, denk ik. Maar ook het soort Willeke Alberti-achtige gevoelsleven van het volksleven gewoon ook. Ik vond het echt super goed. Dankjewel. Dankjewel, heel erg bedankt. Ik sluit me aan bij allemaal collega's. Het enige wat ik nog wil zeggen is de stilte die er was, behalve dan het tikken van een lolly. De stilte die er was, dat zegt eigenlijk al genoeg. Weet je, mensen luisteren naar je. Mensen luisteren wat je te zingen hebt. Mensen luisteren wat je te vertellen hebt. Mensen luisteren naar je stem. En wat mijn collega al zei over die musical, ja, dat dacht ik nog niet eens aan. Want ik was gewoon constant aan het luisteren wat je aan het zingen was. Maar hij heeft wel gelijk. En nu zeg je zelf ook, ja, mijn hart ligt daar. Ik zou er ook echt voor gaan. Want je bent gewoon goed. Dankjewel. Nou, dan gaan we nu door naar de vierde. En dat is Ricky. Hey, Ricky! Hey, Ricky! Hey, Ricky! Hallo! Ik heb hem droog van Mel. Ja, goed met jou? Ja, goed. Mooi. Ga je zien, ja? Grenade.